Dit is mijn bus. Nu ben ik aan het ombouwen. Het een klein huisje is. Het is nog niet helemaal af. Ik heb het begin dit jaar gekocht. En, ook een hele goede timing, want mijn broer was net overleden en zijn huis moest helemaal leeg gehaald. En we reden door Tilburg. Dus toen heb ik het helemaal volgezet met zijn spullen. Dus dat was een erg handige timing. Ook omdat hier een weggeefwinkel is, dus ik kon meteen alle spullen goed distribueren. En boven mijn torenkamer zit nog vol. En sindsdien ben ik bezig het op aan het knappen. Want het is er nog niet helemaal af. En het was een paardenwagen. En toen ik hem kocht heb ik het paard nog geknuffeld. Sindiro heet het paard. Dat is super fijn eigenlijk. Paarden knuffelen. Tot mijn verbazing. Goed. Ik ben 2 jaar. Ja, dus dan ben ik 13, zoiets. Ja, dat klopt wel. Nee, toen niet, want toen is hij eerst nog weggelopen en een jaar lang weg geweest. Toen ik 16 was, toen noemde ik hem mijn beste vriend. En van tevoren was hij wel degene die me het meest boos kon krijgen. Maar niemand zo boos geweest als op hem. Dus hij kon mij wel heel erg raken. Maar hij zegt zelf dat hij op zijn 11e al begonnen is met drinken. Al heeft hij heel lang neergekeken op mensen die, of op alcoholisten. Hij was meer van de geestverruimende dingen in eerste instantie. Uiteindelijk is hij wel flink naar de drank overgegaan toen zijn lichaam geen andere shit meer wilde. Vincent werkte bij de Batcave, zo'n alternatieve underground tentje. En daar ging ik toen ook naartoe en dat vond hij in eerste instantie absoluut niet leuk. Het is een beetje ik invade zijn terrein. En dan vonden ook nog mannen me interessant, dus dat vond hij verschrikkelijk. Weet je wel, blijf van mijn zus af. Dus daar moest hij niks van hebben. Dictatorships was ik aan een documentaire aan het luisteren over dictatorships met een SH en dictaturen dan. En toen kreeg ik zo'n beeld in mijn hoofd van, omdat die man het zo heel typisch zei, dat ik alleen maar chips hoorde. Heel die documentaire, heel serieus, ik hoorde die man alleen maar chips zeggen, dictatorships. Ze hebben de eerste dictator gemaakt van Zimbabwe. En daarna heb ik er nog iedere dag een gemaakt. Dictatorships. Ik had dus een echt grote zonnebril op. En ik ben normaal niet zo... flamboyant naar buiten toe.
Maar als je dan zo'n pakje aan hebt en een bril op, dan werkt dat meteen. En in eerste instantie reageert iedereen van nee, dank je, ik hoef geen chips. En dan vroeg ik van, heeft u dan geen favoriete dictator? En dan pas viel het kwartje dictatorships. En dan kreeg je zo'n discussie. Ik heb ook nog de parfumflesjes. Die ze op het vliegveld heel verdacht vonden. Dus toen heb ik ze maar leeg gegooid. Omdat ik er graag vrouwen in wilde, ben ik ook relationships gaan doen. Omdat ik geen echte goede vrouwelijke dictators vond. Je hebt wel vrouwelijke dictators, maar die waren of vrij positieve leiders of van heel lang terug. En vrouwen hebben wel een hele belangrijke rol gehad. Die hadden dan officieel niet de macht. Maar een Carmen Polo heeft vrij veel invloed gehad. Onder andere. En dan heb ik ook nog sensorchips gemaakt. Maar die heb ik trouwens veranderd in de naam microchips. Omdat het te verwarrend was met de sensorchips met een C die ik gemaakt heb. Even kijken of die hier nog tussen liggen. Ik heb van Poetin in ieder geval een zak sensorchips. Die jong was het motto. Dus dan is 44 toch nog vrij oud wat dat betreft. De aftakelingsproces van levercirrose en Korsakoff, daar wens je niemand toe. Er werd toen steeds gezegd van als je helemaal stopt, dan... Ja, dan kan je gewoon nog best hiermee leven. Maar dat kon hij dus niet. Ik heb nog in oude kistjes boven oude brieven gevonden van mijn broer. Die hij ongeveer heeft geschreven toen ik rond mijn 20ste. Ik heb een tijdje in de kibbutz gezeten, toen hebben we elkaar vrij veel geschreven. In Israël. En ook daarna nog wel. En als ik ze, ik heb ze nog niet allemaal gelezen, want ik bewaar ze allemaal nog. Dat ik af en toe gewoon zo... Typisch is die ik al wel heb gelezen, die zijn nog verschrikkelijk relevant. Dat zijn, voor zover ik kan zien, genoeg reden om je kut te voelen. Maar ook niet continu. Maar geen enkele reden voor gebrek aan zelfvertrouwen. Ik weet dat als het je tegenzit, dat grote invloed kan hebben op je zelfvertrouwen. Maar als je een stapje terug doet en alles van een afstandje bekijkt, zie je vanzelf dat het onzin is. Heb ik op zijn verjaardag een keer een doek gegeven en een verf en kwasten. Want hij heeft nog een jaar stilgelegen. En toen op een gegeven moment is hij het gewoon gaan doen. Die expositie die ik met hem dan georganiseerd heb, was schilderijen van hem en foto's van mij van hem. En dat was echt de dag dat ik het meest trots op hem ben geweest ooit. Want überhaupt je eigen schilderijen laten zien is al echt, ja, is fucking eng om daar commentaar op te krijgen. En wat hij maakt is gewoon ontiegelijk persoonlijk. Ik zeg altijd van wat ik maak, dat zijn mooie plaatjes, maar dat is niet zo eng om dat te laten zien.
En wat hij maakte was gewoon naakt wie die was. En om dat voor het eerst te laten zien is gewoon fucking eng. En dat deed hij gewoon. En ik dacht, ik flik daar wel even, want ik heb al zoveel exposities gehad en dit gaat niet eens om mij, dus ik ga hier niet zenuwachtig voor zijn, maar het was totaal andersom. Ik had echt zo'n knoop in mijn buik dat ik echt gewoon buikpijn had en er niet van kon eten. En hij was gewoon leuk, hij dronk niet eens meer, hij was gewoon sociaal. Dus hij deed dat gewoon even. En dan tegen die tijd was zijn lichaam helemaal opgezwollen. En hij had geen zijn gebit kon hij niet in, omdat zijn lichaam zo opgezwollen was. En dan hingen er al die foto's van mij als toen hij jong was. En gewoon een super mooie jongen. En gewoon een stuk. En daar stond hij daarnaast. Ja, ik ben er nooit zo trots op hem geweest als die dag. Ik denk wel dat ik sindsdien meer behoefte heb om gewoon me op mezelf te richten. En minder naar de buitenwereld, maar meer wat ik nodig heb.